Hans Wijs, welkom. Je bent niet alleen de boer die vorig jaar zijn vrouw vond, waar ik het heel graag dadelijk even over met je wil hebben, maar vooral ook Gerbera-kweker. Met grote plannen in Blitterswijk. Vertel, wat zijn de plannen? De plannen zijn, we hebben sinds begin dit jaar hebben we een nieuw bedrijf aangekocht bij ons in de buurt. En dat zijn we nu in het richten voor dadelijk volop gerbers te gaan telen. Want je had 1 hectare en wat heb je dadelijk? Dadelijk hebben we in totaal 4 hectare. Dus een 3-verhoudiging, zeg maar. Dat is een hele uitdaging voor ons. Ja, en dat is een bedrijf wat je samen met je broer runt en van vader hebt overgenomen. Ja. Een familiebedrijf. Ja, precies. We hebben denk ik ongeveer nu ruim 33 jaar hebben we nu Gerbera's. Waarvan mijn broer en ik het nu ongeveer 9 jaar geleden overgenomen hebben. Het ouderlijk bedrijf dat biedt verder geen uitbreidingsmogelijkheden meer. We zitten precies in de Maasbedding en we zijn al 2 keer onder water gelopen. Dus we zijn al meerdere jaren zijn we al aan het kijken om ons ergens anders te vestigen. Nieuw te bouwen of iets over te nemen? Nieuw te bouwen of een bestaand bedrijf over te nemen wat in goede conditie is voor op een goed niveau gerbers te telen. Dat bedrijf dat hebben we voor een half jaar terug hebben we op het oog gekregen. De crisis heeft je een beetje geholpen, hè? Want er staat natuurlijk meer te kopen en de prijzen stonden best onder druk. Ja. Dus het was ook een voordeel. Voor de tuinder zeg maar, die het moet verkopen, is het natuurlijk een hele trieste zaak. Want vaak zit toch het hele vermogen zit in het bedrijf. Ja. Toch ook een stuk pensioen van de ondernemer. En als dat op zo'n manier zeg maar, helemaal teniet gedaan wordt, ook door de crisis, is dat voor die ondernemers dat zeer zuur. Maar ja, voor ons als jonge ondernemers, om die stap te maken, is het voor ons weer een stukje een verlichting. Want dat is toch een stuk wat je zelf dan in de kostprijs weer tegemoet komt. Dus, precies. En je was 19, hè, toen je begon? Ik was 15 dagen 19, ik weer net 20. Nou vertel. Vorig jaar, boer zoekt vrouw. Je hebt Audrey gevonden, hè? Ja, de mensen thuis weten dat voor een heel groot gedeelte. Toen werd er ook al zoveel naar gekeken. En wat is dit? En dat is de Audrey. Die bloem heb ik naar haar vernoemd. Dat wil elke vrouw wel. Een bloem die daar vernoemd wordt. Audrey is het gegeven. Ze viel voor je mooie ogen. Dat kunnen we ons nog allemaal herinneren. Ja. Wat heeft dat met je gedaan, dat hele spektakel rond Boer zoekt vrouw? Wat heeft dat met me gedaan? Ja, dat is sowieso een hele ervaring op zich. Je begint eraan, je staat er leeg in en je denkt van, laat me gewoon overkomen. Het is toch best wel, vooral ook als je ziet, gewoon door hoeveel mensen het bekeken wordt en over waar je maar komt, iedereen spreekt er aan. Dus dat is toch wel, het heeft toch wel even goed een stukje, toch behoorlijk impact op je stuk privacy. Maar ook gewoon, je wordt toch. Even, je bent een beetje publiek bezit. En je wordt er toch telkens mee aan herinnerd, zeg maar. Ja. Je bent toch de boer van Boer zoekt vrouw. Dat is iets waar je van tevoren nou wel niet zo bij stilstaat. Maar volgens mij hadden jullie het al wel gauw in de gaten, dat het met z'n tweetjes. Ik had het eigenlijk al. Vrij snel nadat ik de brief gelezen had, had ik al een zeer sterk gevoel naar haar. En zij had het ook. En ze is er nog altijd. Ze is inmiddels in Blitterswijk komen wonen. Ze is nu sinds november woont ze bij mij in. Ze is vorig jaar afgestudeerd en heeft ze hier naar werk gezocht en dat heeft ze gevonden. Dus, en wat doet ze? Orthopedagoog. Een orthopedagoog. Ja. Mooi. Nou, wat fantastisch. En de bloemen zijn er, dus ze blijft. Ja, ze blijft. Heel goed. Ja. En kijk je nu ook naar Boer zoekt vrouw dit seizoen? De ontknoping is nabij. Ja, natuurlijk. Nee, kijk, als boer van vorig jaar moet ik natuurlijk dit seizoen wel goed volgen. Op de hoogte zijn, hè? Hartstikke goed. We gaan eens kijken wat René voor ons gekookt heeft. Ga je met me mee? Ja. Ja, wat een bijzonder. En dan zo'n mooie Gerbera's voor haar naam. René. Zo. Hoe heb jij eigenlijk, aan tafel, René, hoe heb jij eigenlijk jouw vrouw gevonden? Hoe vindt een kok eigenlijk zijn vrouw? Dat ging bij mij vrij ouderwets in de kroeg, in Sint-Tunis. Bos, staat niet meer, maar daar was het loos toen. En waren er veel vrouwen of was ze alleen die avond? De keuze was reuze. Ik heb de goede uitgezocht. Een hele mooie vrouw uitgezocht. Nou, zeg, sta ik hier tussen 2 gelukkige mannen. Dus, grote ondernemers. We mogen dit gaan proeven. Ja. Lekker van die rosbief. Ja, Lakenvelder, Klaasje, ik leg de Gerbera's ervoor aan de kant. Ik kreeg nog weer bloemen. Nee, die krijg je niet. Dat is Audrey. Die krijg je niet.
Kijk eens, hier, Hans, ontzettend dank dat je kwam. Succes met al je grootste plannen. Ja, met de Gerbera-uitbreiding, maar liefst 3 hectare ga je erbij doen. Ja, dit was Koplopers alweer voor deze week. René, ontzettend dank voor dit hele mooie gerecht. Gezondheid. Volgende week zijn we nog 1 keer hier te gast bij Florazon in Venlo. Ik hoop dat u er kijkt. We hebben het dan over de innovatoren, over de varkenssector, over de boomkwekers. Blijven we het nog even over hebben. En ik hoop dat u daar weer bij bent. Graag tot volgende week. Dag. Nou zeg, ik mocht even zomaar in. Deze avond. We gaan ook hier beginnen. We gaan het hier aan tafel. Hier aan jouw staartafel. Hier op de toon. Op de toon. Hier gaan we allemaal.